Na de uitstekende prestatie van Den Bosch tegen de Go Ahead Eagles en de Graafschap was Willem II dit weekend, en beter gezegd donderdag en zondag, aan de beurt voor de twee volgende wedstrijden. Ja, thuis werd het 0-0 en uit in Tilburg werd het na een rumoerige wedstrijd 2-1 voor Willem II. En dat betekent dat FC Den Bosch helaas is uitgeschakeld na een uitstekende serie in de play-offs. Wij kijken even met u terug naar de twee wedstrijden tegen Willem II. Fonds 0-0, een bekend scenario, hè? Ja, klopt. 0 in een thuiswedstrijd is natuurlijk altijd belangrijk. En dat geldt nu ook, uiteraard. Hè. We weten dat wij in uitwedstrijden altijd kunnen scoren. Dus we gaan vol vertrouwen naar Tilburg. Morgen gaan we een paar dingen nabespreken. Ik vond wel dat we een paar dingen beter konden doen vandaag. En daar gaan we morgen over praten, maar... Zeker een uitslag met perspectief. De eerste helft, Willem II wat sterker, maar Den Bosch eigenlijk de beste kansen. Ja, wij is... Bal onderkant lat? Ja, fantastische bal van Bart. Echt een schitterende bal. Dan kan je gewoon op 1-0 voor, dan kan je gewoon 1-0 voorkomen. Wat u zegt klopt. De eerste helft hadden we echt goede kansen, maar hun natuurlijk ook. Door een paar fouten van mij dan. Omdat ik dan niet goed stond. Nogmaals 0-0. Je gaat dan gewoon naar Tilburg. En als je er gewoon eens inschiet, net zoals bij de Graafschap, speel je thuis ook 0-0. En als je dan één inschiet, dan moeten ze er gelijk twee maken. Dus het is gewoon een goede uitgangspositie. Jeffrey, wanneer hoorde je dat je mee mocht doen? Ik kreeg maandag een telefoontje voor de wedstrijd van het tweede helft van de trainer dat ik waarschijnlijk donderdag moest spelen. Dus vanaf toen wist ik eigenlijk dat ik me goed voorbereid op vandaag. Ja. Een merkwaardige reden lag eraan de grondslag. Hè? Het wegvallen van Buren en van Peters. Hoe ligt dat in de groep? Want hoe hebben jullie dat opgevat? Nou ja, we hebben goed overleg. Is het een besluit geweest. En we hebben afgesproken dat we met deze jongens gaan doen. We hebben respect voor de jongens dat die keuze hebben gemaakt. De kopje moet helemaal leeg zijn en volledig ervoor kunnen gaan. Als dat niet het geval is, is dat niet goed natuurlijk. Zondag 12.000 tot 15.000 mensen die proberen Willem II in de Eredivisie te krijgen. Een sfeertje wat jullie wellicht? Ja, bij de Graafschap heb je het gezien. Dus we zijn er in ieder geval niet bang voor. Het zijn de mooiste wedstrijden die er zijn. Je wil altijd voor een vol staat spelen. Net zoals vandaag hier zo in Den Bosch was fantastisch. Eindelijk, hè? Eindelijk eigenlijk wel, ja. Dus dan denk je ook van ja, nu komen ze wel, gelukkig. Ik denk dat we er ook iets aan hebben gehad. Ze hebben ons heel de wedstrijd gesteund en je ziet het resultaat. Ja. En de beloning kan geweldig groot zijn, hè? We hebben niks te verliezen. Ik denk dat weinig mensen ons hadden getipt om eventueel kans te maken. Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat we nu... we hebben gewoon nog alle kansen, dus nu gaan we pakken ook, denk ik. Ja. Fons, het zoveelste interview, maar belangrijker, je laatste wedstrijd. Je had hem zo graag goed afgesloten. Ja, ik ben natuurlijk ontzettend down ervan dat we het niet hebben gered. Dat doet pijn, hoort bij voetbal, dat weet ik, maar we waren er ontzettend dichtbij. En ook vandaag, met al die tegenslagen die we afgelopen week hebben gehad, waren we er toch nog weer dichtbij. En de veerkracht van het team is groot geweest. We hebben echt veel... moeten verwerken deze week en ook vandaag in de wedstrijd weer met een blessure van Reniers en een rode kaart van Ralf. Ja, het was uiteindelijk iets te veel van het goede. Ja. Laten we eens bij het begin beginnen. Met name in de verdediging aan de linkerkant ging het even mis, hè? Ja, daar vond ik Joey totaal niet in de wedstrijd. En daarom hebben we ook ingegrepen en hebben we hem gewisseld.
Als je de hele eerste helft bekijkt, kom je een beetje goed weg, hè? Vond ik ook, want het had ook 2-3-0 kunnen zijn. Dat hebben we ook in de rust tegen elkaar gezegd van, joh, nu zitten we nog volop in de wedstrijd. 1-1 is genoeg en we gaan op zoek naar die gelijkmaker. Nou, dat hebben we echt gedaan. He, met een aanvallende speelwijze die we het hele jaar al proberen te laten zien. Hebben we ook onze mogelijkheden gekregen. En ja, een paar keer miraculeus dat hij er niet in ging. Want stond al 2-3 keer stond ik al te juichen, maar hij viel niet. Nee. Dan de situatie Ralf Seuntjes. Die tweede gele kaart, vond je die terecht? Nee, helemaal niet zelfs. En dat vond ik echt een arbitrale dwaling. Alleen ook daar moet je dan weer mee omgaan. Want je weet dat hij dat toch niet terugtrekt. Hij had er volgens mij ook spijt van dat hij in de gaten had dat het zijn tweede was. Want het was zo'n lichte overtreding. Dat, ja, je moet eigenlijk wel blij zijn als thuisclub dat hij daarvoor fluit. Want er was bijna niks aan de hand. En om dan ook nog een kaart te trekken, ja, daar zat hij helemaal mis. Want toen ging het mis, hè? Want dan mis je de stootkracht in één keer. Hè? Ja, want dat was ook in een fase waarin Willem II wankelde. Wij waren op dat moment de baas op het veld en wij kregen ook de mogelijkheden. En hij hing echt in de lucht. Alleen de rode kaart was het breekpunt. En daarna weer de schermutselingen. En daar kwamen natuurlijk niet goed uit de kleedkamer. Waardoor die tweede er meteen in lag. En dan weet je dat het klaar is. Ja, maar dat was dodelijk, hè? Meteen die tweede treffen. Ja, ja dan, toen hebben we nog geprobeerd. Hè? Want ik blijf maar, die ploeg blijft toch maar. Al worden we 23 keer door een stoomwals overreden. Ze krabbelen toch weer op. Maken toch weer die 2-1. Alleen de tijd was voorbij. Ja. Moet je toch een goed gevoel gegeven hebben, ondanks het feit dat je hem verliest. Want je ploeg heeft veerkracht getoond. Ja, ik vind zeker, ook in de play-offs hebben we elke wedstrijd stonden we er. Met een hele onervaren groep. Nou, als ik je dan vertel wat we allemaal hebben moeten overwinnen om hier te staan. En we staan er op die manier en we verliezen vandaag de wedstrijd. Maar ja, we kunnen niet spreken van een verloren seizoen. Dan even het smetje van wat er bij die supporters gebeurt, hè? Ja, nou goed, ik weet natuurlijk niet waar de twee bonje hebben er twee schuld. Maar goed, er werd van alles gegooid. En dat is gewoon niet goed voor het imago van de club. Maar het haalt jullie ook uit je ritme. Jawel, maar vooral omdat we daarna natuurlijk ook niet goed uit die kleedkamer kwamen. Dus ja, dat is gewoon jammer. Maar ik zeg al, het gebeurt. En we zijn juist met FC Den Bosch natuurlijk op de goede weg op dat gebied. Dus jarenlang is het allemaal goed gegaan en vandaag gebeurt er iets. Het zal een oorzaak hebben, maar het is wel jammer. Eén doelpunt verwijderd van de Eredivisie. Ja, en daar zal ik nog wel eens aan terugdenken. Jeffrey, 2-1 verliezen van Willem II. Misschien moet ik zeggen, het zat er toch nog wel in dat Den Bosch hier het gered had. Ja, ik denk dat we de eerste helft eigenlijk de onderliggende partij waren. Je zag aan alles dat er veel druk op deze wedstrijd stond bij ons. En jongens deden dingen die ze normaal niet doen. En dat slaat gewoon onrust in de ploeg. In de rust zetten we het een beetje recht en zetten we het goed neer. We brengen met Ralf Seuntjes extra aanvallen. Je ziet dat je gewoon gevaarlijk wordt, ook na mijn komst er nog bij. We werden een paar keer gevaarlijk. Ja, een 11 tegen 11 had ik het wel willen zien, maar geeft de rode kaart twee keer geel en het is eigenlijk afgelopen. Vond je terecht, die tweede gele kaart? Ja, ik denk het niet, want hij wou me ook helemaal niet geven. Hij deed al zo van doorspelen, maar er komen er drie van Willem II aangelopen en hij denkt, laat ik hem toch maar geven. Is het een, hoe noemen ze dat, aangenaaide gele kaart? Ja, het is sowieso een aangenaaide gele kaart, maar ik denk dat zo'n scheidsrechter ook beter moet weten. Ja, zo is dat. Want die eerste gele kaart, dat was ook niet nodig geweest, want die roept hij over zichzelf af. Ja, natuurlijk. Als je commentaar op de leiding, dan krijg je geel. Ik zag het bij mezelf ook, maar ik probeer daarna nog slim te zijn door in ieder geval niet nog een gele te pakken. Maar het zijn natuurlijk ook emoties die de overhand krijgen en zoiets kan gebeuren. Ja, want als jullie op dat moment met 11 man blijven staan, Den Bosch was toen de bovenliggende partij. Ja, klopt. Ik denk dat we een aantal keren goed gevaarlijk werden. En met een beetje geluk gaat de bal ook via de scrimmage erin. Maar die keeper die heeft het aan zijn reet hangen op het moment volgens mij van de tegenstander. Want die houdt alles eruit en het zat gewoon even niet mee. Ja, en dan is 2-1 in de slotfase is te kort, hè? Ja, dat is niet meer van belang. Hoewel, volgens mij hadden we ook nog een paar minuten extra speeltijd moeten krijgen die we ook niet kregen. Dus daar kon we wel aan irriteren. Even naar dat oponthoud kijkend. Jullie komen terug en dan lijkt het erop alsof jullie niet helemaal geconcentreerd starten. Nou ja, je zit in de kleedkamer en je spreekt af, luister, nog 10 minuten, een kwartiertje van het seizoen. En alles erop en naar voren en gas erop. Ja, en dan ga je met z'n tweeën naar dezelfde bal toe en ze steken hem tussendoor en het is hangen. Ja, dat is ongelooflijk. Het is gewoon amateuristisch. Ja, want op dat moment ben je eigenlijk de wedstrijd kwijt, hè? Ja, dan ben je de wedstrijd kwijt. Ja, als je meteen tegenscoort niet.
Maar ja, met een man minder is dat natuurlijk moeilijk. Je had moeten hopen op één balletje, zoals zo'n vrije trap. Als het nog 1-0 staat, is het 1-1. Ja, dat zou kunnen, maar nu waren we het kwijt. Jullie hebben over de hele reeks genomen, hebben jullie het uitstekend gedaan. Want ja, je hebt het niet cadeau gegeven. Maar het is natuurlijk toch wel jammer, hè? Zo dichtbij. Ja, ik zei net ook al tegen de jongens, zo dichtbij kom je waarschijnlijk niet meer. En in ieder geval de komende tijd waarschijnlijk niet. En, zeg nooit nooit. Nou ja, zeg nooit nooit, maar ja, je weet hoe lange weg we hebben afgelegd om hier te komen. En als je op zo'n moment bent, dan moet je veel koelbloediger zijn. Dan moet je de finale uit je leven spelen. Hebben we niet gedaan. Maar het betekent toch dat een ploeg die nog niet echt in het ritme zit, in zo'n slotfase wel kan pieken. Ja, zeker weten, zeker weten. Maar we hebben ook gewoon hartstikke goede spelers. En individueel gewoon een hartstikke goede ploeg. En ook het samenspel is gewoon dik in orde. Alleen we missen net dat slimmigheid, het stukje ervaring wat die andere jongens wel hadden. En daarvoor speelden zij vorig jaar in de Eredivisie. Ja, klopt. En ik denk ook als je hun begroting ziet, die jongens daar lopen niet voor een appel en een ei. En dat zie je er ook gewoon aan af. Van Dinter, oude bekende in Tilburg. Hoe heb jij die 2-1 ervaren? Ja, dat is heel teleurstellend. Ik denk dat ons team alles heeft gegeven. En we zijn tot minuut 93, 94 hebben er alles aan gedaan om hier het over de streep te trekken. Alleen we waren vandaag niet goed genoeg. Toch, je bent een uitstekende wedstrijd gespeeld. Vooral verdedigend, erg sterk. Voelde je dat zelf ook zo? Ja, vanaf eigenlijk het begin stonden we achterin 1-1. En nou goed, we weten wat hun voorin ook aan kwaliteit hebben. Dus wij moesten gewoon super alert zijn. En achterin hebben we dat wel goed gedaan. Toen begonnen jullie ongelukkig, hè, in die verdediging, want met name Joey Brok, die liet het even lopen. Hè? Ja, ik denk in dit soort finales dan moet het hele team top zijn. En ik denk dat het helaas bij ons vandaag niet het geval was. En Willem II had daarentegen geen zwakke plek eigenlijk. Maar we wisten wel dat we hier zouden gaan scoren. En je ziet ook dat het gebeurt helemaal op het einde. Maar als je met 2-0 achter staat, dan weet je dat het eigenlijk voor hun al gespeeld is. 2-0 achter. Het komt toch, denk ik, omdat jullie na die onderbreking de indruk wekten dat jullie niet helemaal geconcentreerd begonnen. Ja, dat oogde misschien zo. Alleen we zaten bij elkaar en we pepten elkaar op om nog één keer voor te gaan. Want het was maar 1-0 en 1 doelpunt heb je genoeg. En je hebt de Champions League finale de dag ervoor gezien. Dus, maar ja, binnen 10 seconden ligt die bal in het netje. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Op dit niveau. Wat gaat er dan mis? Dat is om. Ja, we staan gewoon niet goed. Je staat met een man minder op het veld. Dus dan kan je anderen niet gaan helpen. En dat deden we op dat moment wel. En dan komt er van hun iemand vrij. Ja. Tweede helft speelden jullie een aardige partij. Zaten de kansen erin, maar het wilde aan alle kanten niet lukken. Hè? Nee, we hebben er echt alles aan geprobeerd. We hebben een lange spits erbij gegooid om het fysiek proberen te winnen. En je komt er gewoon heel dichtbij. Een kans van Stijn de Looyer. En ze hadden nog meer momenten dat we het Willem II het vuur aan de schenen legden. Maar hij wilde maar niet vallen. Ja. Hoe voelt dat als Willem II eigenlijk? Ja, ik speel nu voor Den Bosch en ik ben enorm teleurgesteld. En natuurlijk kun je het Willem II, die hebben de achterban, die hebben het stadion. En daar weet ik zelf alles van, die horen in de Eredivisie. Maar als je er zo dichtbij bent, als je de Graafschap uit hebt geschakeld, Dan telt maar één ding en dat is winnen hier. En verliezen doet pijn. Ja. Maar jullie kunnen in ieder geval terugkijken op een goede play-offs periode. Ja, dat wel. Ik denk dat we voor deze play-offs met iets minder vertrouwen speelden. Maar dat we met elke wedstrijd zijn gegroeid. Ja. En dat met een verdediging die aangepast moest worden. Ja, als je op het laatste moment je aanvoerder mist en je vaste rechtsback. En andere jongens moeten dat invullen, dan... zijn we daar echt goed mee omgegaan, denk ik. En voor jou een mogelijkheid om je te onderscheiden? Ja, zo werkt het in het voetbal. Anders had ik deze wedstrijd niet gespeeld. Dus daar ben ik heel blij mee. Dankjewel, jongen. Okay. Joris, met wat voor gevoel sta jij na afloop van de wedstrijd tussen Willem II en Den Bosch hier? Balend gevoel. Je merkt op de tribune wat voor belangen er ook spelen. Als je hier op de tribune zit en je kijkt naar je eigen ploeg, en je ziet de blauwe shirtjes, dan is dat het enige wat je volgt. En ik wist van tevoren ook niet hoe het zou zijn natuurlijk. Alleen, ik ken de jongens zo goed. De laatste 2 jaar is het echt niet mijn team. Dat is overdreven gezegd, maar ik was natuurlijk aanvoerder. We hebben een hoop meegemaakt met z'n allen. Ook privé van verschillende jongens. En daar heb je zo'n sterke emotionele band mee. Dat als je ziet spelen, dat,
ja, dat je daarvoor gaat. En dat je, ja, dat je gewoon hoopt dat ze het goed doen. En, ja, en ze hebben er alles aan gedaan. Strijd geleverd, er zat alles in. Alleen ik denk dat, dat die plek 5 heel belangrijk is geweest in deze. En je ziet dat de kracht het fysieke vlak de doorslag heeft gegeven. Als je de wedstrijd bekijkt, de eerste helft komt Den Bosch goed weg. Maar de tweede helft maken ze zomaar gelijk als ze een beetje geluk hebben. Nee, dat, is ook aan, ja, dat heeft met die 0-0 te maken natuurlijk. Ik vond Willem 2 heel sterk in het begin. Ik denk dat toen hebben we echt geen één keer aanspraak kunnen maken op iets meer. Alleen ja, wij zijn wel een ploeg die uit altijd hoop blijft houden. Weten dat je aan een goaltje nog steeds genoeg hebt, want dan ben je nog steeds door. Dus ja, dat geeft wel een bepaalde power natuurlijk in de groep. Hoewel dat de tweede helft er steeds meer op ging lijken. En dan, dan draait het op het einde om en dan over de hele wedstrijd gezien hebben ze het ook verdiend. Alleen ja, je bent zo dichtbij en je hebt zelf ook wel wat kleine mogelijkheden gehad. Alleen niet uit kunnen drukken. Laten we eens een paar momenten uit die wedstrijd halen. Was het een strafschop? Ja, vond ik moeilijk te zeggen. Ik dacht, de overtreding werd sowieso ook buiten het strafschotgebied ingezet, dacht ik. Want hij was volgens mij al best wel lang aan het lopen. Maar ja, dat is maar net de interpretatie van de scheidsrechter, van de vlaggen. Hoe staan ze op die lijn? En ja, ik zit op de tribune en er springen allemaal mensen springen voor je op. En dus, ja, je krijgt het niet eens echt goed mee. Dus, ja, dat zou je op de beelden terug moeten kijken. Maar dat zijn wel hele belangrijke momenten. En zo'n moment hadden wij vandaag ook nodig. Een cornertje, een vrije trapje en helemaal een penalty natuurlijk. Tweede belangrijke moment, tweede gele kaart van Ralf Seuntjes. Ja, eigenlijk een beetje dom dat je die eerste gele kaart pakt, want dat was niet nodig geweest. Ja, dat dacht ik ook. En, achteraf die tweede, ik vind op zich dat je er geel voor kan geven, want hij haalt een gevaarlijke aanval in de maak, haalt hij eruit. Alleen ja, dan is die eerste gele kaart natuurlijk helemaal balen. En je weet nooit wat er is gezegd, of dat nou overdreven is of niet. Alleen, ja, ik vond hem een heel getergde goede indruk maken, Seuntjes, de laatste week al. Dus ik dacht wel dat hij degene was die ons daar overheen zou kunnen helpen. En ik vond ook dat hij eigenlijk goed inviel. Alleen twee overtredingen, twee gele kaarten. Ja. Ja. Dan tot slot, de reactie van het publiek. Wat heb je daarvan meegekregen? Ja, van de twee supporters kampen, ja, kampen eigenlijk, hè? Ja, ik moet zeggen, je krijgt natuurlijk alles van mee. Maar je weet niet precies hoe het zit. Er wordt met vuurwerk over en weer gegooid. En, ja, ik zou ook niet blij zijn als de Bosch supporter als ik een paar vuurpijlen in mijn vak krijg. Alleen het is gewoon zonde dat het zo lang duurt voordat het rustig is. Live op tv hebben de supporters ook helemaal niet verdiend. Want ja, die hebben heel het jaar ons fantastisch gesteund. Zijn onthaald, zijn gesteund. We hebben een periodekampioenschap samen gevierd. En dan zit eigenlijk wel een smet daarop. Ja. Volgend jaar voor jouzelf hier het thuishome. Hoe voelt dat? Ja, nog even aan natuurlijk. Ja, het is voor mij ook natuurlijk best wel een spannende stap. Ik heb zo lang bij Den Bosch gezeten, ik ken iedereen. Ik voel me ontzettend thuis. Ik kan helemaal jezelf zijn en dat zijn allemaal van die dingen. Het is dadelijk weer even anders. Hè? Alleen, ja, ik ben op een leeftijd dat het allemaal wel goed moet komen. En, ja, ik vind op een gegeven moment dat ik toe was aan een nieuwe omgeving. Dat ik nog meer uit mezelf kan halen. En, ja, dat hoop ik dan hier te kunnen. En of dat nou verstandig is, dat weet je nooit. Alleen ik sta nog steeds volkomen achter mijn besluit.